daar staan we dan op een nog leeg Marktplein, Wes. Maar het Marktplein blijft niet leeg, want aankomend weekend, 2 en 3 september, vindt hier plaats... Emme Culinaire! En alweer voor de 7e editie. Ja, 18 deelnemers dit jaar presenteren zich op dit plein met hun lekkerste hapjes. Klopt, en er zijn dit jaar 4 nieuwe deelnemers. Ja, wij gaan nu langs alle deelnemers om te kijken wat ze precies gaan doen tijdens Emme Culinaire. Ja, en natuurlijk om even wat te proeven. Ook Chef Burger staat op Emme Culinaire. En we gaan even een kijkje nemen wat deze chef eigenlijk voor burgers heeft. Krap. We should take this back to my place. Chef, hallo. Emme Culinaire, sta je ook op dit jaar? En wij zijn eigenlijk wel heel benieuwd, wat ga je maken op Emme Culinaire? Nou, wat gaan we maken? We staan voor de derde keer staan op Emme Culinaire en wij gaan een burger on the rocks gaan we maken. Een heerlijke jam van whisky en bacon en dat is super lekker. Gewoon elke keer willen we gewoon vernieuwend zijn en een leuke spijscombinatie zeg maar, doen om een leuke burger neer te zetten. Dit is de burger on the rocks, ja zeker, the one and only. Dat durven we natuurlijk bijna niet te vragen, maar... Nou, ik wel hoor. Ja, ik wel, mogen we proeven? Nou, je mag van mij zeker proeven. Hallo, goedenavond. Hi. Angelo, hi. Wat gaan jullie serveren? In de eerste plaats, wij doen natuurlijk dit jaar weer samen met Van den Berg Delicatessen. Naast mij zit Irma. En die verzorgen uiteraard de tapas weer dit jaar en de wijnen. En wij hebben een saté, die we ook op de kaart hebben staan. En een heel leuk gerecht dit jaar, dat is een overheerlijk worstje. Het is een Texas runder hotdog met zuurkool. Die moeten jullie komen proeven. Fantastisch. Despacito, quiero desnudarte besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Het rauwe ham, basilicum en mozzarella. En daar overheen een beetje balsamico. En dit was, of is, bijna was, de wrap met daartussenin een beetje krokante sla en dan fungi tapenade en een champignonnetje krokant erop. We hebben het merendeel hebben we nou laten zien en die jongens hebben geproefd. Wat we nog missen zijn de vlamkoegen, de Elsasse vlamkoegen en de vlamkoegen met zalm. En uiteraard hebben we weer de oesters met champagne dit jaar. Dus kom allemaal naar Emme Culinaire, zou ik zeggen. Irma? Ja, daar heb ik zin in. Nou, dan staan we dan bij het sponsorborrel van het allerleukste. Het lekkerste. Het allerbeste openluchtrestaurant van Drenthe. Emme Culinaire. En we staan hier bij de dames die het organiseren. Dames, hebben we er een beetje zin in? Ja! En wat zijn we dan hier al aan het doen eigenlijk met z'n allen? We hebben hier de culinaire sponsorborrel. We hebben al onze sponsors uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Want die moet je natuurlijk extra in de watten leggen. Want dankzij onze sponsors van Emme Culinaire kunnen we het mogelijk maken. En hoe laat begint het dan dit weekend? Zaterdag is het van 3 tot 12 en zondag van 2 tot 9. En is het nou veel werk, zo'n evenement?
Nou, best wel. Ik denk dat we een halfjaartje van tevoren ongeveer beginnen. En dan zijn we natuurlijk bezig met nieuwe deelnemers werven. En bestaande deelnemers weer eventjes een praatje mee maken. En sponsors werven. En het is allemaal weer gelukt. Ja, en dat weten wij. Want wij hebben een kijkje mogen nemen in heel wat keukens van alle deelnemers. Nou, wat hebben we een boel lekkers gehad, hè? Ja, en wij hebben er ook ontzettend veel zin in. Dus ik zou zeggen, kom dit weekend naar Emma Culinaire. En we zien je daar.